Hallo leuke mensen, leuk dat je kijkt naar Tekenen met Vincent, aflevering 3 dit keer. En ik heb een beetje in de comments gelezen en wat er naar mij erboven kwam was het naam Rovi en Olaf van Frozen. Dus deze keer wordt het Olaf. En na het intro gaan we dus lekker even tekenen in Illustrator. Tot zo! Okay, people, let's go to work. Ja, mensen. Oké, okay. Ik ga even het pennetjespenseel pakken, want het pennetjespenseel, dat hoort erbij om te tekenen. Hè? Hier, dit is onze pennetjespenseel. En we gaan dus, jullie zien dat penseeltje niet, maar jullie zien dadelijk wel hoe ik het ga tekenen. Ik heb Olaf natuurlijk als een, hier onder mij staan. Hier staat hij. En ik ga dus van die tekening proberen na te tekenen. Het is best lastig, want Olaf is natuurlijk een hele, ja, aparte sneeuwman. Want het lijkt net of het allemaal lagen zijn die op hem zijn gebouwd eigenlijk. Nou, we gaan eerst met het hoofdje beginnen. Dat zijn twee takjes. En die takjes die komen een beetje zo uit. En hier hebben we nog een klein takje. En die split nog een beetje op. Ik laat hem omhoog staan. Ik vind dat wat leuker. Zo. En dan maak ik hier ook nog een takje aan. Zo. Zo. En Olaf is een heel... Ja, ik heb de film Frozen nog niet gezien. En daar schaam ik me een beetje voor. Dat kom ik wel heel graag op Blu-ray zien. En waarom? Omdat Frozen lijkt me een ontzettend mooie animatiefilm. Ik heb gehoord dat hij ontzettend goed was. Als we het vergelijken met de tegenwoordige Disney films. Nou ja, het had voor me best wel aardig wat weg van Frozen. Rapunzel. En Rapunzel is natuurlijk ook een heel vette film. Ik heb Rapunzel wel gezien. En Brave en zo. Nou ja, daar kan je er niet echt mee vergelijken. Oké, hier kreeg je dat peentje, jong. Intussen ben ik al proberen die... neus aan het tekenen, want ons... Oh, damn! Ik weet niet of dit wat is. Wacht even, ik ga hem nog één keer overnieuw doen. En dan moet hij in één keer goed. Oh, damn, dit is lastig, jongens. Jullie laten me ook echt hele moeilijke dingen tekenen, hè? Ja, ik snap jullie wel. Zo, dus een peentje. Ik weet niet of je het goed ziet, maar het ziet eruit als een soort peen, denk ik. Nou, dan krijgen we hier die grote oogjes. Hij heeft best wel redelijk grote... Oh, dit is geen cirkel. Hij heeft best wel grote oogjes. Zo. En die oogjes komen ook net langs elkaar. Oh. Nee. Zo. Oké, en dan maken we hier dat oogje in zo. En ik maak hem meteen helemaal zwart. Dan hebben we gelijk al een pupilletje. En hier doen we een pupilletje in zo. Zo. Kijk, hij kijkt wel. Het lijkt net of hij een beetje scheel kijkt. Maar dat, ja, dat is niet zo. Alhoewel. Nou, hij heeft een beetje hazentandjes. Dus laten we doorgaan naar zo. En dan maken we hier zo'n... Ja, zo'n tandje heeft hij. Zo. Nou, dat ziet er wel leuk uit, toch zo? Nou, die wenkbrauwen hadden we gedaan. Dat het een beetje dikker zijn die, hè? Klein beetje dikker. Oh. Hak ik hem gelijk wat nog zo wat dikker nog. Zo. Ja, hij heeft ook wat vormen. Het loopt hier een beetje zo. Oké, nu krijgen we dat onderlichaampje. En dat is de eerste romp. Die zal ik maar gelijk... Oh, damn! Zo. En er zit een hele grote leuke knoop. Want sneeuwmannen hebben natuurlijk wel een knoop. En dan krijgen we natuurlijk het onderlichaam. En het onderlichaam is natuurlijk iets breder. Dat is altijd zo. Bij een sneeuwman... Ga maar van mij uit. Dat is altijd zo. En dat moet... Nee, dat moet veel meer naar beneden. Ik denk dat we bijna de bodem raken. Zo. Oh, oké. Okay. En dan poten. Het gaat helemaal goed zo. En die zitten aan elkaar, de pootjes. Oké, dit is echt heel, heel vreemd. Hier nog een knoop en beneden nog een knoop. Zo, ik hoop dat ik het een beetje leuk maak zo. En aan het bovenlichaam zit een tak. Hij heeft dus takjes als handen. Nou, even hier en dan loopt hij nog een beetje hoog. Zo. En nog een handje. En nog een handje. En ik doe dit allemaal met de muis. Zo, die pink is nog dikker dan zijn vinger. Zo. Er zitten natuurlijk ook takjes aan. Dat is een takkenhand. Is haast niet te zien, want het lijkt net gewoon een wapperhand. Weet je wel. En deze komt van beneden en die gaat naar ja, beneden. Hij komt van boven en gaat naar beneden. Sorry, ik zei het verkeerd. Zo. Zo.
Nou, ik vind hem wel leuk geworden eigenlijk. Alleen vind ik dat raar, die bochel. Lijkt net of die zich... Of die niet geschoren hebben, weet je wel. Zo'n beetje spikkeltjes. Laten we hem een beetje een badass maken. Olaf the Badass. Zo, een beetje van die spikkeltjes. Dat hij zich nog moest scheren, weet je wel. En dan doen we hier op die tand. Dat vind ik altijd wel leuk. Zo'n spikkeltje. Van pling. Weet je wel, van pling. Het schijnt eruit, weet je wel. Van pro-pro-pro-pro-dent. Die tanden staan, weet je wel. Van, ik poets me en dan, hoe als je dan die tanden ziet van die mensen in die reclames, dan flitsen ze eruit. Oké. Dan moeten we ook een heel kleine snor geven. Oh my god. Dit is één chique Olaf. En moeten we eigenlijk ook nog een stropdasje geven. Maar dat kan haast niet. Dus wat we dan doen is een flikkerstrekje. Oh, dat is perfect. Nou, er zit nog een plusje in die knoopjes als variatie. Want ik vind natuurlijk wel, je moet het wel een beetje afmaken. En dan steken wat takjes uit die handen, zeg maar. Zo. Dat is natuurlijk houten handen. Zo. Ik vind hem leuk. Ja, en dan misschien kunnen we nog wat snow mountains maken. Wat bergen, weet je wel. Berglandschap. Want ja, je zit toch in Frozen, zit je wel een beetje op het gebied van de sneeuw. En dan zou ik een beetje vlokjes moeten maken. Zo. Ik klik maar wat weg hoor, zo. Hoppakee. Nou, ik vind het een leuke tekening. Laat zeker een leuke comment achter in deze video welke tekening je volgende keer wil zien op mijn kanaal. En zeker weten, als je wat leuks hebt, dan hoor ik het wel. Tekenen met Vincent. Het liefst een leuke cartoon of een leuke Disney figuur. Dat zou heel tof zijn. Zo, ik maak dit boompje nog even af. Zo. Oké, en tot de volgende keer. Doei doei!